In Rotterdam zijn er bijna 100.000 senioren, 65-plussers, en waarvan 56% zegt, ik voel me eenzaam. Hoe kunnen we dat percentage naar beneden krijgen? Ja, dat is tragisch en dat is eigenlijk om je voor te schamen. En dat kan naar beneden, dat percentage. Dus kijk in je buurt. Kijk in je buurt of er ouderen wonen waar je zegt van, hey, bel ik eens aan. Ik ga gewoon eens uitnodigen voor een kopje koffie. Ik ga gewoon eens een keer samen eten. Dat is zo leuk voor jezelf, maar ook heel leuk voor zo'n ouderen. Dus begin gewoon in je eigen buurt. Begin met je eigen ouders. Begin met je buurman, je buurvrouw. Dus je kunt heel dicht bij huis beginnen. En ik zou zeggen, doe het gewoon. En dan kunnen we met elkaar dat percentage naar beneden brengen. Gelukkig zijn wij ook de stad, de geboortestad van de aanpak tegen eenzaamheid. Wij zijn in de vorige periode begonnen met 75-plus huisbezoeken. Waarbij we met vrijwilligers langs de deuren gaan om ouderen te bezoeken. Ook te vragen hoe het met ze gaat. En er is nu een nieuw plan. Een heel groot plan met allerlei onderdelen voor ouderen. En er staan nog meer maatregelen in om eenzaamheid tegen te gaan. En dat zijn welke maatregelen? Een van de dingen die we doen is natuurlijk gewoon door blijven gaan met die 75-plus huisbezoeken. Maar iets anders is bijvoorbeeld de 55-plus wooncomplexen. Daar wonen heel veel ouderen. Maar vaak zijn juist op die plekken ouderen eenzaam. Nou, hoe makkelijk is het om dat te verbeteren, beter te organiseren? Je hebt daar gemeenschappelijke ruimtes, je kan daar het drinken van koffie organiseren, het doen van hartstikke leuke activiteiten. En dat doen we samen met Welzijn op Zomer Mee ook organiseren. We beginnen met 5 plekken al dit jaar en willen dat wat breder over de stad gaan uitrollen. Maar wat kan Den Haag ook nog hier aan bijdragen? Nou, wij hebben bijvoorbeeld nu een initiatief en dat heet maatschappelijke diensttijd. En dat zijn jongeren die bijvoorbeeld een half jaar iets goeds doen voor de samenleving. Die stellen we daartoe in gelegenheid. Die gaan een project doen en die kunnen bij ouderen op bezoek gaan. Dus we kunnen die maatschappelijke diensttijd gebruiken om jongeren te verbinden met ouderen. Zodat niet alleen familieleden voor elkaar zorgen, maar jongeren ook bij ouderen op bezoek gaan. Dus zo proberen we daar iets aan te doen. Gemeenten doen er ook veel aan. In Rotterdam doet ook de wethouder veel aan, doet dat ook het college er veel aan, maar uiteindelijk moeten we het zelf doen. Dus u zegt eigenlijk, we kunnen vanuit Den Haag wel heel veel zeggen, maar het moet vanuit de mens komen. Den Haag moedigt aan, Den Haag regelt ook, Den Haag geeft mensen een duwtje in de rug, maar uiteindelijk moet ik ook voor mijn eigen moeder en voor mijn eigen buurman, moet ik ook zelf goed zorgen.